heb hem dus verteld dat wij Drummaar zijn. Dat is de coverband van Doe Maar. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gierige Gasten! Ik ben Niels. Ik ben Joost en we staan om de hoek bij de Paradiso, want daar is een muzikale battle bezig. Ja, dit is namelijk Clash of the Coverbands. We strijden dus allemaal Nederlandse en Belgische coverbands tegen elkaar. Dat klopt en wij hebben een Nederlandse coverband gevonden en die heet Cold Turkey. Ze hebben een bepaalde trademark, een bepaalde image en die hebben altijd een zwarte overhemd aan met een rode stoep als klok. Dat is een image. Dat is een image. Oh, nou cool. Dus wij moeten ons even gaan omkleden. Ja. Zeg maar, ons voordoen als de coverband van de coverband. Leuk. Jullie wel. Oké jongens, nog één keer even naar de sixpack kijken. Ja. Laten we de kaartjes er uiteraard gewoon in zitten, dan kunnen we het straks netjes terugbrengen. Ja. Ja. Hoi. Ik ben van Cold Turkey. Zelf moeten. Ja, ja. Ja, dan is het een bandje hebben. Ja, wij moeten de gitaar thuis opwarmen. Oh, oké. Okay. Ja, degene die de bandje heeft, die is er nu niet. Oké. Okay. En voor mij mag je ook wel naar beneden ja. Lopen. Ja. We zitten nu dus backstage van de Paradiso. Ja. En dan lopen hier allerlei bands. Dus we gaan even kijken bij de kleedkamer. Die zijn Cold Turkey, toch? Ja. Er zijn fan van jullie. Ja, leuk. Ja, succes jongens. Dank jullie wel. Wat zijn jullie? Wij zijn van Drummaar. Wat? Drummaar. Drummaar? Ken je dat niet? Oh. Ja, wordt een gastoptreden. Echt? Ja, ja leuk toch? Ah. Ja. En na afloop, ja. Oh, cool. Dus, ja. We hebben een paar jaar geleden meegedaan. Ja. Gewonnen. Ja, ja. Echt? Ja. Maar hoe laat moeten jullie? 7 uur. 7 uur. Oké. Okay. Nou, succes jongens. Ja. Jongens. Maar ik heb hem dus verteld dat wij Drummaar zijn. Dat is de coverband van Doe Maar. Oké, okay, jullie gaan naar binnen om shots te maken. Ja. Oké, okay, jullie succes aan. Wij mogen over 2,5 uur op. Ja, houden contact hier wat zijn. Ja, speed up. Doei. Dit is ons doel. Stage. We willen op de stage komen. Dat is ons doel. Dus wat gaan we doen? We wachten nog even anderhalf uur tot het contract er is. Dan gaan we met ze mee de stage op. En voor het moment dat de eerste drum is geslagen, mogen wij er ook op. Dat is heel. We moeten niet hun show gaan verpesten. Nee, gaan we niet doen. Ze zijn veel te nice. Hoeveel gratis zitten we al gehad? Gratis entree, gratis zuipen, gratis water, veel bier. Petjes. Petjes. Kom terug. Ik heb altijd wel een keer op het podium van Paradiso willen staan. Volle Paradiso. Volle Paradiso. Oké, die andere band is nu klaar. Dus het gaat gebeuren. Hey mannen! Hey. Hey. Succes, hè? Ja, bedankt. Dankjewel, man. Ja.
gewoon dat die televisie overstaat. Oh, precies. Goedenavond. Doei, later. Hey, maar Niels, er is zoveel gebeurd vandaag. Ja, dit is niet normaal, jongens. Jouw grote droom. Mijn grote droom is uitgekomen. Op een podium van Paradiso staan als echte rockster. Als echte rockster. Ik moet het even een plekje geven hoor, ik weet het even niet meer. Voel jij dit nou een leuke aflevering? Doe dan even een duimpje omhoog. Lief een comment. Share me ook zeker. Ik denk dat het zeker share waard is. En als jij nou ook een droom hebt, of een wens zoals ik die heb, dan kan je dat altijd even op social media plaatsen. Hashtag Gierigasten, gebruik Twitter of Instagram. En dan zit jij volgende week misschien wel bij ons in de aflevering. Ja, vergeet even niet te abonneren. En dan tot volgende week. Tot volgende week. Later. Hoi.